Dit project is het resultaat van een gebiedsvisie havenkwartier. Die gebiedsvisie is opgesteld door MUST Stedenbouw. En uiteindelijk is het tot een project gekomen dat is uitgevoerd door de Beensgroep in samenwerking met de partners IV Infra en Hosper. Het is tot stand gekomen dankzij de bijdrage van CHV Muiden, de gemeente Velzen en een subsidie van de provincie Noord-Holland. Ik ben bijzonder verrast door het feit dat we met al deze partijen uiteindelijk toch dit resultaat hebben kunnen bereiken. Het is best een ingewikkelde klus geweest met veel stakeholders. De bedrijven hier gevestigd aan de Halkade, wat dan nu de Viskade is gaan heten. Dit is natuurlijk een fantastische werkplek om te zitten. Het is iedere keer weer eigenlijk een feestje om hierheen te rijden. Het rauwe, het ruwe. Ik ben heel blij dat de straat is aangepakt. En het resultaat mag er zeker zijn. Wat ik natuurlijk hoop is dat uiteindelijk toch deze prachtige panden gevuld gaan worden met leuke en goede ondernemers. Hier staan we dan op de Halkade. Nu ook de nieuwe Viskade. Ik ben er trots op als ondernemer die hier al heel lang zit. Mooi opgeknapt, mooie parkeerplaats en een prachtig uitzicht op de Vissershaven. Nou hoop ik dat andere ondernemers ook naar Les Halles komen en dat we dat met elkaar een mooi succes van maken. Trots aan Muinaar. Nou ja, we hebben nu natuurlijk een fantastisch opgeknapt stuk in onze haven waar mensen zo meteen als het mooi weer is lekker van een visje kunnen genieten. Ja, met uitzicht op de grootste vissershaven van Nederland. Dus wat wil je nog meer? Het is een mooie trekpleister voor onze toeristen. Zowel de toeristen die met de ferry naar Engeland gaan, ja, als mensen die gewoon een dagje IJmuiden willen om een oud IJmuiders kantje te pikken. We hopen dat we met deze impuls aan het havengebied ook gewoon meer ondernemers deze kant op trekken. Ja, om hier echt een daverend succes van te maken. Het is nu heel mooi. We hebben mooi veel groen. Mooi doorloop, je kan een heel rondje door de haven maken. En ik verwacht eigenlijk dat het wel de plek wordt voor IJmuiden. Ik denk dat het een bruisende zomer wordt. Dat we mooie terrassen krijgen, dat je kan doorlopen, dat je kan fietsen. We zijn heel goed bereikbaar. En ik hoop dat de hele Halkade dan vol zit met superleuke ondernemers die elkaar een boost kunnen geven. Als je terugkijkt naar 5, 6 maanden geleden, dat die plannen toch tot uiting kwamen en op een gegeven moment gingen ze beginnen. En ja, we hebben natuurlijk ook nadigheid gehad. Hè? We hebben ook minder verkoop gehad sommige weken. Maar ja, het idee dat je gewoon nu eigenlijk klaar bent en vooruit kan kijken naar de toekomst. Ja, is helemaal top, helemaal top. En ik denk ook wel dat het positief zal zijn, dat er veel mensen richting IJmuiden zullen gaan. Maar ik hoop natuurlijk dat er meer winkeliers bij komen en dat er meer mensen komen. Ik denk dat de ambitie er best wel zal zijn. En ik weet zeker dat IJmuiden bij meer mensen in hun hart gaat komen. We kijken terug op een mooi proces wat we met de gemeente Velzen en CA van Uiden ongeveer een jaar terug hebben gestart. Een proces waarin we met elkaar denk ik een fantastisch ontwerp hebben bereikt. In een fantastische omgeving, een complexe omgeving, dit resultaat hebben bereikt voor onszelf, maar met name ook voor de gemeente Velzen en het havengebied. Toen ik hier vrijdagmiddag na de oplevering even een wandeling maakte, toen was ik verrast door wat ik aantrof. En ik moest denken aan mijn bezoeken, maar dat hoop ik dat iedereen dat zo ervaart, aan toeristische steden in het buitenland. Als je in de buurt van een haven bent en je bent op vakantie, dan is er toch een natuurlijke trek naar die haven toe. En al die haventjes en havens, die hebben altijd een gebied waar je die haven kunt ervaren. En zo'n gebied misten wij in IJmuiden. En nu hebben we met elkaar, denk ik, een gebied gecreëerd waar je die haven kunt ervaren. Waar je een visje kunt eten, waar je een terrasje kunt pikken, waar je je boodschappen kunt doen, waar voldoende parkeergelegenheid is en waar je toch die haven daadwerkelijk fysiek kunt ervaren. Daar ben ik hartstikke trots op. Ik ben ongelooflijk trots en blij met dit resultaat. En ik wens alle ondernemers hier, inwoners, toeristen en bezoekers heel veel plezier met dit nieuwe stukje IJmuiden.